Dan Heijmans, een pijnlijke nederlaag tegen Cercle Brugge 1-0. Hoe pijnlijk? Ja, ik denk toch een van de pijnlijkste die ik al heb meegemaakt. We zijn naar hier gekomen voor 3 punten en we starten heel goed aan die wedstrijd. En dan ja, zit het toch weer niet mee eigenlijk. Hè. We hebben een paar kleine kantjes en geven helemaal niks weg de eerste helft. Maar net zoals de voorbije wedstrijden is onze tweede helft weer minder. En Cercle kan beter in hun spel. En dan één grote kans. Niet echt een kans en ze zit binnen. En vanaf toen namen ze helemaal het spel over, vond ik zelf. En zijn we er niet meer echt uitgekomen. Het is jammer, na die 1-0 creëren we ook heel weinig. Er was nog een afstandsschot van Badibanga, maar er zat precies geen fut meer in om naar die 1-1 op zoek te gaan? Ja, ik vond dat we sowieso de eerste helft ook al te weinig creëerden. Ik weet niet wat daar de oorzaak van is. We proberen sowieso te voetballen van achteruit, waar de coach ook op hamert. Maar dan hebben we volgens mij iets te weinig diepgang. Onze laatste pas die komt er nooit uit. Hè. Schoten van de tweede lijn, allemaal goed en wel. Maar je zou eigenlijk eens een goede cross moeten hebben en iemand kunnen inlopen met veel in de box. Maar dat is er tot nu toe eigenlijk nog niet uitgekomen. Tweede helft inderdaad, glipt die wedstrijd van ons weg. Merk je dat zo vanaf de 60ste minuut als je op dat veld staat? Ja, absoluut. Ik denk dat bij hun het publiek er dan ook helemaal achter ging. En dan kwamen zij helemaal in hun comfortzone eigenlijk. Hè. En dan speelden ze het eigenlijk heel goed uit. En wij zijn eigenlijk niet meer aan de pas gekomen. Heel jammer. Qua druk gaat het er de komende weken niet minder op worden. 1 op 15, laatste plaats. Het is hard om te zeggen, maar het is de realiteit. Dus mentaal gaan we ons daar wel tegen moeten wapenen. Ja, oké, maar ik denk dat we vorig jaar ook een seizoen hebben gehad. Hè. Dat is helemaal niet positief of zo. Maar we moeten zo snel mogelijk punten pakken. En niet 1 punt, maar 3 punten. Want met 3 punten kun je eens een keer opschuiven. En als je 2 keer 3 punten kunt pakken, dan schiet je weer naar boven. Maar het is heel jammer. Ik had nog nooit zo'n groep zo gemotiveerd gezien eigenlijk voor een wedstrijd, want iedereen besefte het belang van de match. En dan sluiten we het op deze manier af. Ja, dat is heel jammer. Dankjewel.